De winnaar van dit jaar is het Limburgs Platform voor Mensen op de Vlucht. Proficiat. We hadden hier liever met alle vrijwilligers gestaan, meer dan 300 in Limburg. Maar het is gewoonweg fantastisch. Het is ongelooflijk om die erkenning en die waardering voor onze 24 jaar maatschappelijke inzet te mogen ontvangen. Het moeilijkste voor ons in al die jaren waren en is nog steeds de schrijnende situaties van mensen zonder papieren. Zeker van gezinnen met kinderen. En in de corona was het nog veel erger. We komen op voor hun grond- en mensenrechten. Waar we kunnen, staan we de gezinnen ook concreet bij. Dat heeft heel veel betekenis voor hen. Vorige week belde Merita me op met het goede nieuws dat ze met haar familie na 9 jaar eindelijk een verblijfsvergunning gekregen had. Van haar 11 tot haar 20 jaar heeft ze geleefd in extreme armoede. Ze doorstond angst om met haar ouders en haar broer en haar zus opgepakt te worden. Maar sterker dan haar angst was haar keuze om van haar 15 jaar na school iedere avond met haar ouders mee te gaan poetsen. In juni slaagde ze met glans reeds in haar eerste jaar verpleegstersopleiding. En nu, 1 september, kon ze starten zonder de angst van teruggestuurd te worden. Goede mensen, het is beangstigend dat door polarisatie we in beleid meer dan ooit botsen op hardvochtigheid. Het beleid strenger en strenger maken lijkt de enige weg. Zowel naar de vluchtelingen als voor ons als middenveld. Burgers worden meegesleurd in slogantaal. Niet zonder gevolgen. Er is een stemgedrag, maar vooral ook toestanden als de brandstichting in Dilzen en de acties tegen de nieuwe opvangcentrum in Hasselt. Het is onaanvaardbaar. Al 24 jaar combineren wij in het platform de concrete zorg voor mensen op de vlucht met een niet aflatend noodzakelijk appel op het beleid om werk te maken van de knelpunten, zoals een eerlijker asielbeleid, betaalbare huisvesting voor kansengroepen, een dak boven het hoofd, toegankelijke tewerkstelling, hulpverlening meer op maat, zeker nu in corona, nog eens enorm vastgesteld, toekomstoriëntering voor mensen zonder verblijf. Dat is een moeilijk pleidooi, omdat zoveel wereldleiders en politici vergeten dat mensen op de vlucht een migratiebeweging ontstaat door conflictsituaties in de wereld en zich afspeelt tegen de achtergrond van ongelijkheid tussen Noord en Zuid. Mijn vader van 89 jaar, hij zag het in het West-Vlaams, had ik geluk in de Tweede Wereldoorlog dat ik naar Frankrijk kon vluchten. Mijn vader zegt altijd, had ik geluk, 89 jaar, dat ik toen in de Tweede Wereldoorlog naar Frankrijk kon vluchten. Dat was de tijd van de oorlogsvluchtelingen. Maar nu zijn er ook heel veel vluchtelingen die om andere redenen vluchten. En we moeten nieuwe wegen zoeken, zeker in Europa, samen om een beter asielbeleid uit te werken. De toestanden die we nu zien in Griekenland, in Moria, is onaanvaardbaar. Het is in de gemeentes dat velen zich engageren. Het zijn de comité's, die netwerken, die pluralistisch over de religies en overtuigingen heen die knelpunten aanpakken. Die netwerken verdienen ondersteuning. We zijn daarom heel blij dat minister Somers in zijn Vlaams beleid onze visie deelt over de kansen ter aanzien van nieuwkomers met zijn project Proeftuinen, sociale netwerking en participatie voor inburgeraars. Wil hij het integratieproces van inburgeraars versnellen en verbeteren? Zo, minister. Wij hopen van harte dat zowel minister Somers als minister Beke begrijpen dat onze werkingen en de velen in Vlaanderen levensnoodzakelijk zijn voor deze mensen op de vlucht en de betrokken instanties. Het is een enorme meerwaarde voor hun integratie, zeker ook op economisch vlak, want wij springen bij waar de hulpverleners geen tijd voor hebben. Samen met het gastvrij netwerk pleiten wij voor structurele subsidies voor de verdere ondersteuning van deze vrijwilligers. Zo kunnen we in de toekomst nog veel meer proeftuinen realiseren.
Bedankt aan al onze partners om in ons te blijven geloven. Voor jullie opbouwende samenwerking en zo samen bruggen te bouwen. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar de belangrijkste van nu wil ik toch eventjes aanhalen. Zoals het CAW Limburg, het Agentschap Integratie en Inburgering in Limburg, Orbit, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Gastvrij Netwerk, Beweging.net, Welzijnszorg, Bisdom Hasselt en de medewerkers in vele Limburgse OCMW's en gemeentes. Namens alle vrijwilligers, bedankt. Jullie kunnen rekenen op ons engagement. Deze zeer belangrijke prijs is belangrijk voor ons, maar is ook een sterk signaal voor de samenleving. Geef nieuwkomers, migranten en vluchtelingen een goede start. Geef ze ruimte om hun talenten in te zetten. Geef ze een woning om ingeschakeld te geraken in de samenleving. Geef ze wat ik heb gekregen. Een huis, een thuis, met kansen en de steun van mijn ouders, de ruimte van mijn man Angelo en mijn kinderen om mee te bouwen aan dit platform, wat het tot nu is. Nieuwkomers staan voor nog een grotere uitdaging in het leven. Uitbouwen in een totaal nieuw land. Dat is een gemeenschappelijke uitdaging die wij met het LPV intercultureel en solidair van harte opnemen. Negen jaar geleden sprak ik geen enkel woord Nederlands. Zij en haar man hebben een boekhouder van mij gemaakt. Een boekhouder die een eigen huis heeft nu. En twee kindjes en alles wat hij nodig heeft. Deze dame heeft van vluchtelingen die 12 jaar ongeveer geleden hier zijn gekomen, drie van hem zakvoerders gemaakt. En die werken nu zelfstandig. Dus een dik applaus voor deze.